Dan nu het referendum over het samenwerkingsverdrag van de EU met Oekraïne. Wat begon als een protestactie van geen stijl tegen Europa is inmiddels uitgemond in een referendum met mogelijk grote politieke gevolgen. In het debat daarover overheerst vaak de vraag of Europa niet te veel macht heeft. Maar dat is niet waarover op 6 april gestemd kan worden. Zometeen hier aan tafel een politiek debat over het referendum. Maar eerst, waar gaat het nou echt over als u uw stem uitbrengt? Simone. Ja, het referendum over het samenwerkingsverband met Oekraïne is zoals gezegd op 6 april. Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? Dat is de vraag die op die dag gesteld wordt. Maar waar stemt u nou voor of tegen? Nou, in het verdrag staan afspraken over meer samenwerking tussen de Europese Unie en Oekraïne. Dan gaat het om politiek, buitenlandsbeleid, veiligheidsbeleid en energiebeleid. Daarbij maakt het verdrag meer handel tussen de EU en Oekraïne mogelijk door het wegnemen van importheffingen. Het verdrag legt verder de nadruk op het versterken van de democratie, de rechtsstaat, respect voor mensenrechten en het milieu. En dit moet volgens de opsteller van het verdrag allemaal leiden tot meer stabiele politieke en economische buitengrenzen. Nou, als 30% van de kiezers gaat stemmen, is de uitslag geldig. Daarna is het aan het kabinet of het de uitspraak van de kiezer overneemt of naast zich neerlegt. Dankjewel, Simone. Eerst hier aan tafel een debat tussen de ja-kamp en het nee-kamp, zullen we maar zeggen. Michiel van Hulten van de Partij van de Arbeid. U bent een ja-campagne gestart. En Harry van Bommel van de SP, u bent behoorlijk tegen dit verdrag. Om bij u te beginnen, u bent een ja-campagne gestart. Waarom? Ja, ik vind dat we Oekraïne niet in de steek kunnen laten. Die mensen die vechten daar al 2 jaar voor vrijheid en democratie. Veel jonge mensen willen een betere toekomst voor het land. Er zijn grote problemen in Oekraïne, dat moet je niet verhullen. Maar dit verdrag helpt ze een stukje in de goede richting. En dat is goed voor Oekraïne, dat is ook in ons belang. Harry van Bommel. Oekraïne is tot op het bot verdeeld. Een deel van de bevolking wil samenwerken met Europa. En een deel van de bevolking wil samenwerken met Rusland. En daar maken ze ruzie over, daar voeren ze oorlog om. Er zijn al meer dan 9000 mensen gestorven in die oorlog. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen. En er is nu een touwtrekwedstrijd tussen Rusland en Europa begonnen over Oekraïne. En dat land raakt zo verscheurd. En uiteindelijk is de bevolking daarvan de dupe. Dat moet je dus nu niet willen. Ja, dat is toch een beetje de mythe die je tegen kan probeert neer te zetten. Alsof de bevolking zelf daar niet eens is. Het zijn toch vooral de Russen die dit niet willen. Die doen al 25 jaar pogingen om Oekraïne bij hun te houden. Het is belangrijk dat Oekraïne zelf voor hun eigen toekomst kunnen kiezen. Die hebben gekozen voor dit associatieverdrag. Die willen graag de Europese waarden en normen omhelzen. En wij moeten ze daar niet in belemmeren. Sterker nog, wij moeten ze helpen. Want dat zijn ook onze normen en waarden. Een meerderheid van de bevolking wil dit, zegt meneer. Het is niet waar. Dat staat ook in het verdrag dat de bevolking krachtige steun heeft voor de Europese koers van het land. 900.000 mensen zijn als gevolg van het conflict naar Rusland gevlucht. Daar voelt men zich veiliger dan in Oekraïne. Dus het is bepaald niet zo dat de hele bevolking in Europa zit te wachten. Een deel van de mensen is etnisch Russisch, een deel van de mensen is Russisch-talig. Laten we die bevolking niet collectief dwingen te kiezen voor het een of voor het ander. Dat men een onafhankelijke positie heeft tussen die beide blokken in, is prima. Samenwerken, hulp, allemaal prima. U zegt, er is helemaal geen meerderheid. Zullen we dit gewoon aan de Oekraïne zelf overlaten? En natuurlijk gaan vluchtelingen naar Rusland toe. Dat ligt tegen Oekraïne aan. Dus ze moeten ergens naartoe waar niet gevochten wordt, in hun eigen land wordt gevochten. U zegt maar het allemaal op Europa. Als we nu dat samenwerkingsverdrag niet door laten gaan, dan wordt het nog erger. Dan is er geen toekomstperspectief voor dat land, voor de mensen. En dan wordt de strijd alleen maar erger. Dan neemt de macht van Rusland toe. De wereld zit vol met landen die geen associatieakkoord met Europa hebben. Maar dat hebben landen helemaal niet nodig. Wat landen wel willen is samenwerken met Europa. En dat kan ook heel goed zonder zo'n vergaand economisch en politiek verdrag. Zullen we eens even gaan kijken, op het vlak van mensenrechten. Zullen we eens even gaan kijken hoe vergaand het is? Want ik wil even een paar concrete punten pakken. Simone noemde ze net al even. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Want we horen allerlei grote woorden over wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Als we kijken naar wat er in het verdrag staat, en daar zien we hier even een plaatje van, dan gaat het eigenlijk voor een heel groot deel over afspraken over handel en economische samenwerking. Meneer van Bommel, dan denk ik, nou ja, daar kan je niet zoveel op tegen hebben. Dat zou je kunnen denken, inderdaad. En daarom is de sponsor van meneer Van Hulten, George Soros, die 2 ton in zijn campagne gestoken heeft, daar ook zo'n groot voorstander van. Een grote ondernemer. Grote Amerikaanse ondernemer die belangen, financiële, economische belangen in Oekraïne heeft. Ja, het Europese bedrijfsleven zit inderdaad te wachten op weer een markt van 45 miljoen mensen. Kunnen we onze producten afzetten? Maar dat is toch het mooi? Bedrijfsleven, wat is daar het probleem dan? Het bedrijfsleven heeft er baat bij. Maar wie gaat daarvan de rekening betalen? De Europese fondsen, dat is Europees belastinggeld. Dat gaan dus Europese belastinggeld.
belastingbetalers betalen. Oké, goed voor de bedrijven, slecht voor de belastingbetaler. Ik zou zeggen, als een succesvol ondernemer als Soros geld investeert in Oekraïne, zouden wij dat misschien ook moeten doen. Maar het is, je moet het belang van het verdrag in dit opzicht niet overdrijven. Het is een markt van 45 miljoen mensen. Het is goed dat we daar handel mee bedrijven. Er zijn ook kansen, want Oekraïne is, dat wordt wel genoemd, de graanschuur van Europa. Nou, wij zijn bij uitstek een land met deskundigheid op landbouwgebied. Dus welke betere combinatie kun je indenken? Dus daar liggen absoluut kansen. Maar bovendien, wij zijn een handelsland. Dat is een kernwaarde, dat is een kernbelang van Nederland. Als wij als handelsnatie gaan zeggen, nou met sommige landen bedrijven we geen handel, met anderen niet, dan is het snel afgelopen met die reputatie. Eerst is het een heel belangrijk verdrag voor Oekraïne. Daarna is het geen belangrijk verdrag. Eerst is het een groot handelsverdrag. En daarna hebben we er helemaal niet zoveel meer aan. Wat is het nou? Waar het om gaat is dat Oekraïne verdeeld is. Dat Oekraïne zelf enorme problemen heeft omdat het een corrupt land is. Oekraïne moet daarbij geholpen worden, daar ben ik allemaal voor. Maar dat moeten we niet doen door een hele intensieve relatie aan te gaan waarbij wij mede verantwoordelijk worden voor de veiligheid en het buitenlandbeleid van Oekraïne. Zij moeten zich aanpassen aan Europa. Dat staat allemaal in dit verdrag. En dat is op dit moment volstrekt ongewenst. Laten we even naar het tweede punt gaan. We hebben de handel gehad. U zegt goed voor bedrijven, slecht voor. En u heeft daarop gereageerd dat dat juist van belang is. Dat tweede punt is het versterken van de democratie, rechtsstaat, mensenrechten en milieu. Meneer Van Hulten. Ja, het is in ons belang dat er aan onze buitengrenzen landen zijn die stabiel zijn en democratisch. Dat willen die mensen ook zelf. Die hebben gestemd voor een democratische regering die voor Europese waarden kiest. Nou, voor ons is dat een exportproduct, democratie. Wij kunnen ze daar weer helpen. Dat hebben we in andere Oost-Europese landen ook gedaan. Heel vaak met heel veel succes. En ik denk dat we het hier ook moeten doen. De toekomst van Oekraïne is niet alleen van belang voor het land zelf, maar ook voor ons. Het gaat over de hele stabiliteit van Europa. Het gaat over de stabiliteit uiteindelijk ook van Nederland. En daarom is het een goede zaak. Democratie, mensenrechten, ja, ben ik voor. En Europa en Nederland doet er veel aan om daarbij te dragen. Ook in landen in de periferie, in de rand rond Europa en ook verder weggelegen. Daar hebben we een mensenrechtenfonds voor. Daar hebben we een MATRA-fonds voor, maatschappelijke transformatie. Dat doen we in landen in Noord-Afrika. Daar doen we landen verder weggelegen. Dat kan heel goed. Maar op de eerste plaats moeten we zorgen dat die bevolking niet verder verdeeld raakt. En dat die verdeeldheid niet verder wordt aangewakkerd. Dat doen we wel wanneer we zeggen, heel Oekraïne komt in Europese invloed. Dat gebeurt als gevolg van dit verdrag. En dan komt er van mensenrechten, net zoals dat nu het geval is, komt er helemaal niets terecht. Dus we kunnen dat wel wensen allemaal, maar wanneer men daar met elkaar blijft vechten, als gevolg van die tegenstelling die er in de bevolking zelf zit. U zegt juist, het leidt tot instabiliteit. En dat is interessant, want u beide gebruikt eigenlijk het argument stabiliteit. Door wel te tekenen, zegt u, zou het voor stabiliteit kunnen zorgen. En u zegt eigenlijk, door niet te tekenen, zorg je voor stabiliteit. Want dat is het derde punt. Het moet leiden tot meer stabiele politieke en economische buitengrenzen. Ja. Ja, als je dit verdrag niet tekent, dan beloon je dus Poetin. Want Poetin die is al jaren bezig om dit onderuit te halen. Is uiteindelijk het land zelfs binnengevallen omdat hij het er niet mee eens is. En wij moeten dus ons afvragen van, willen we dat? Een Europa waarin Rusland zomaar andere landen binnenvalt, de Krim annexeert, straffeloos dat doet. Als we nu zeggen van, nou, laat Oekraïne maar gaan, nou, dan is Polen dan de volgende grens. Dat kan ik me gewoon niks bij voorstellen. Het is een beetje alsof de Engelsen tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden gezegd tegen Nederland van, ja, sorry jongens, jullie liggen in de invloedssfeer van Duitsland, daar kunnen we niks aan doen. Nee, maar dat is interessant dat dit zo gezegd wordt. Hè? Laat het maar gaan, daar gaat het niet om. Europa is opgeschoven richting Rusland. In tegenstelling tot de afspraken in 1990. Er is gezegd, Europa, het NAVO-grondgebied, het Westen, zou niet verder oprukken richting Rusland. Dat doen we bewust wel. Omdat we die markt willen. Omdat we die consumenten willen. Omdat we dat geld willen verdienen. Laten we het belang van die Oekraïners nou eens opeenstellen. En niet het bedrijfsleven. Niet onze eigen economie. Dat is de drijvende kracht. Ja, het is vooral handel. Maar wel handel die ten goede komt vooral aan Europese bedrijven. Die economie is zo groot. Het gaat om de Nederlandse, om de Europese bedrijven. We doen het omdat die bevolkingen van die voormalige Sovjetlanden onder het juk van het Sovjetregime vandaan zijn gekomen. En die willen graag leven in een land met vrijheid en democratie en mensenrechten en rechtsstaat zoals wij. En daarom moeten we ze helpen. Die bevolking vecht erom, omdat ze van mening verschillen, gaan we samenwerken met het Oosten of met het Westen. Laten we die verdeeldheid niet verder aanwakkeren. Laten we dat land tijd gunnen om zelf het eens te worden over de oriëntatie. Laten we dan niet zeggen, dit moet er nu snel even doorheen. Er is helemaal geen enkele reden toe. We kunnen handel blijven drijven, dat doen we al mondjesmaat. We kunnen mensenrechten blijven bevorderen. We kunnen de rechtsstaat helpen ontwikkelen. Daar hebben we dit verdrag niet voor nodig. Heel veel, als het over dit referendum gaat, gaat het over de angst dat dit uiteindelijk een weg zal zijn naar toetreding van Oekraïne. Dat staat niet in het verdrag bij de EU. Maar snapt u iets van die angst, meneer Van Hulten?
Ik begrijp waarom het punt op tafel ligt. Want natuurlijk, er zijn veel nieuwe landen toegetreden tot de Europese Unie. En in het verleden was het ook zo dat in associatieakkoorden, samenwerkingsverdragen met landen als Polen en Tsjechië ook stond dat er een perspectief was op lidmaatschap. Dat staat er bij Oekraïne nadrukkelijk niet in. En dit verdrag gaat er ook niet over. Dit referendum gaat er niet over. Toetreding is niet aan de orde. Oekraïne is er niet klaar voor. Dat zal nog tientallen jaren duren, mocht dat ooit wel het geval zijn. Dat maken wij misschien niet eens mee. En als het wel zo is, nou, dan komt er weer een referendum. Kunnen mensen zich opnieuw uitspreken? Een paar weken terug was president Poroshenko op bezoek in Nederland en ook bij de Tweede Kamer. En daar sprak de man openlijk over het lidmaatschap en over zijn persoonlijke droom om lid te worden van het Europees Parlement. Maar natuurlijk, ook de discussie zoals die in Oekraïne wordt gevoerd. Ja, wat zou dat dan voor Nederland betekenen? Er is in Europa geen steun voor lidmaatschap van Oekraïne. Oekraïne is door en door corrupt. Dat gaat tot aan de top. Ze staan op plaats 130 van de 160 volgens Transparency International. Die corruptie komt via de contracten ook gewoon op de Zuidas in Amsterdam en bij Nederlandse bedrijven. Dat moet je niet willen. We halen eigenlijk corruptie natuurlijk naar Nederland. Als je op die wijze zaken, corruptie is een besmettelijke ziekte. Er zijn er ontzettend grote problemen in Oekraïne. Dat moet je niet verdoezelen. Maar met dit verdrag wordt het een stukje beter. Met dit verdrag helpt een stukje vooruit. Dat gaat jaren duren. Maar toetreding is absoluut niet aan de orde. Het is dan niet raar dat Oekraïne dat zelf als toekomstperspectief heeft. En zouden ook trots op moeten zijn dat Oekraïners zeggen van op een dag zouden wij graag bij de Europese Unie willen horen. Teleurstelling, maar het is niet aan de orde. Het is niet aan de orde. Het gaat nu puur. Het is dat een heel punt, saai verdrag. Dat punt het gaat over handel, het gaat over politieke samenwerking, het gaat over mensenrechten. En that's it. Een heel saai verdrag. U wilt beide wel dat we volgens mij naar de stembus gaan. Ja. Hoe belangrijk is het? Wat staat er op het spel? Het gaat dus over veel meer dan alleen maar dit samenwerkingsverdrag. Het gaat over de relatie die er is in geopolitieke zin. Dus ook de relatie met Rusland en de andere landen in de regio. Die 30% die gaan we zeker wel halen, denk ik. Dus ik denk dat ook voor de voorstanders het van belang is om naar de stembus te gaan. Even was er een beweging die zei, ga maar niet stemmen, dan wordt het referendum niet geldig. Ik denk dat op 6 april iedereen gaat stemmen. Zoveel mogelijk mensen, we zagen het eerder. Bij een referendum zijn mensen bereid om op te komen. En ik ben ervan overtuigd dat men in meerderheid nee zal zeggen. En wat moet het kabinet met die uitslag doen? Respecteren, overnemen. Als de 30% gehaald wordt, dan moet je gewoon dat besluit van de kiezer uitvoeren. En dat zal een ja zijn. Dus en u roept iedereen op om naar de stembus absoluut te gaan? Op dat punt ben ik het helemaal met Van Bommel eens. Iedereen moet gaan stemmen. We zijn democraten in hart en nieren. Het is onze referendumwet. Dit referendum is van ons allemaal. Michiel van Hulten, hartelijk dank voor uw komst. Okay. En Harry van Bommel, hartelijk dank. Graag.